Laten we kijken wat we binnen de bestaande infrastructuur kunnen doen aan oplossingen. En er zijn wat oplossingen mogelijk binnen die bestaande infrastructuur om daar enigszins wat verlichting te brengen. En natuurlijk zul je een integraal plan moeten maken voor jouw totale verkeerssituatie. Want je bent steeds bezig met brandjes blussen. Je gaat hier kijken naar het probleem, je gaat daar kijken naar het probleem, maar je moet het integraal benaderen. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Voor de knelpunten op de verschillende hoofdwegen in Paramaribo moet er een integrale oplossing komen. Het verkeer dat komt vanuit het zuiden gaat merendeels naar het noorden van Paramaribo of naar het centrum. Het verkeer vanuit het zuiden maakt gebruik van de verschillende bruggen over het Saramaca-kanaal, zegt Wip. Gezien de intensiteiten die er zijn, we hebben in 2018 wat tellingen gehouden in samenwerking met de IDB. En daar is ook gebleken dat op de Van Toegeruistraat de intensiteiten dagelijks enorm zijn. Dat je dan op dagbasis onder 50.000 voertuigen hebt die gebruik gaan over de weg de Van Toegeruistraat. Ook vanuit Kommerwijnen is het verkeer enorm dat dagelijks richting Paramaribo komt tijdens de ochtendspits. En ook in de middag hebben wij enorm veel verkeer dat gaat richting Kommerwijnen. Als we kijken de verhouding tussen de voertuigen die zich begeven op de weg en de wegcapaciteit die we nu beschikbaar hebben, dan hebben we een tekort aan wegcapaciteit om het verkeer binnen een bepaalde tijdsperiode op een efficiënte wijze te doen verplaatsen. We hebben dagelijks dat probleem bij de rotonde bij de Weidenbosbrug, waarbij we een enorme filevorming hebben vanuit Kommerwijnen. Het ministerie zal samen met de DC van Kommerwijnen naar oplossingen zoeken voor de dagelijkse filevorming op de Weidenbosbrug. We benadrukt echter dat de oplossing niet zo eenvoudig is, vooral voor een gebied als Kommerwijnen. Omdat wij zitten met die hoge verkeersintensiteiten binnen een bepaald gebied. Wil je het probleem oplossen, zul je moeten uitgaan van een integrale benadering. En dat je niet alleen kijkt naar de rotonde bij de Weidenbosbrug. Maar dat, hier heb ik de rotonde Weidenbosbrug. Maar dat je dan ook kijkt, de rotonde Poelenpaantje, het gebied, Hendertusstraat naar de rotonde Poelenpaantje en weer richting de Van Toegeruistraat, maar ook richting de Pengelstraat. Oh. Ook richting de Pengelstraat. Het doel daarvan is dat je de bestuurders alternatieven moet bieden. Als we nu kijken en met de wetenschap dat het verkeer op diverse plaatsen tijdens de spits vastloopt, de rotonde Poelenpaantje loopt die vast in de ochtendspits, maar ook in de middagspits. Nabij het verkeerslicht Nieuwe Haven, Willem Campagnestraat, Van Hoorstraat hebben ook die drukte. Dan moet je vanuit die integrale benadering gaan kijken van wat zijn de oplossingsmogelijkheden om voor zorg te dragen dat binnen de bestaande infrastructuur je nog wat verlichting kan meebrengen. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Hij sprak over de dagelijkse ochtend- en middagfiles in Paramaribo.